Als kind droomde ik van drie verschillende zaken. Op de eerste plaats, ik wilde dokter worden. En dan ook op de tweede plaats, ik wilde advocaat zijn. En de derde keuze was priester worden. Alleluia, 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 alleluia. Ik ben van Ivoorkust afkomstig. Dus Ivoorkust, dat is West-Afrika. Zelf geboren in Abengourou. Abengourou is een beetje aan de grens met Ghana. Ik heb beslist om priester te worden toen ik 21 jaar oud was. En dan ben ik een pater tegengekomen die eigenlijk vanuit Gent en Ivoorkust op verlof was. En dan toen heeft de priester mij voorgesteld van kijk, kom maar af voor enkele maanden. Dus ik was komen kijken en ik ben gebleven. Toen ik naar hier kwam, heb ik mij gebaseerd op een verhaal van Jezus, die een beetje de wereld vergelijkt met een akker. Er is werk genoeg, maar arbeiders zijn er weinig. En stuur arbeiders om te werken in de akker van de Heer. En die Ivoorkust, aangezien dat dat zoveel roepingen zijn, zoveel priesters, in België zijn er maar, denk ik, in totaal 25 of 30. En dan heb ik bij mezelf gezegd, als ik priester moet worden, dan moet dat zijn in België om daar een steentje bij te dragen. Ik vat alles samen met liefde. Als je in de pastorie komt, je zult ook zien dat een van mijn spreuken, die eigenlijk geleend is aan Paus Franciscus, alleen de liefde zal ons redden. Het is voor mij iets dat daarbij gebleven is, omdat ik overtuigd ben als wij als mens, als wij alles proberen te doen met liefde, door liefde, en de zorg die we ook dragen voor elkaar, als we dat doen met liefde, dan kunnen wij maar gewoon elkaar gelukkig maken. Ik was een gelukkige kind. Ik mag het volop zeggen. Ik heb drie zussen en een broer. Ik ben oudste. Ik woon hier in België. Het is nu al bijna 11 jaar. Maar we proberen dagelijks contact te houden met elkaar via de moderne communicatie en middelen. In onze religieuze termen spreken wij inderdaad van een roeping. Maar die roeping heeft natuurlijk niks te maken met een stem die je hoort of God die roept, zoals men dat zegt. God roept, maar het roept via feiten. Of iets dat plotseling in je leven gebeurt, waardoor dat je beseft van ik moet van leven veranderen. Ik kan wel getuigen van feiten. Het is natuurlijk een heel persoonlijk verhaal, omdat dat niet altijd evident is om daarover te spreken. Hè. Ik zal misschien een lang verhaal kort maken. Ik heb een broer en een zus verloren toen wij kinderen waren. En ik heb me altijd de vraag gesteld van waarom zij en ik niet? Ik heb geen antwoord gevonden op die vraag. En voor mij het antwoord is, Etienne, misschien moet je priester worden om je leven ook terug te geven aan mensen. Omdat als ik leef, dan is dat een geschenk, dat is dat puur toeval. Ik heb het niet verdiend en ik leef en ik moet iets van mijn leven maken. Ik wist wel dat dat niet zo gemakkelijk ging zijn voor mijn ouders, eigenlijk op de eerste plaats. Zeker voor mijn moeder, omdat ik was meer verbonden aan mijn moeder. Zo, ik zat ook zelf in de keuken met mijn moeder. Waren al, als het ware, twee handen op een buik. Hè. We gingen samen naar de markt. Dus ik vermoed dat dat voor haar heel moeilijk geweest is, omdat zij niet alleen haar zoon
maar ook haar vriend zo gemist heeft gedurende die tijd.